eten. Dit is heel mooi. Oké. Dan gaan we nu de camera spannen. Prima, als je dan ietsje die paraplu zo naar rechts zou willen houden zo, en een beetje draaien zo, dat is heel fraai. Nou, daar komt je hoor. 3, 2, 1. Wij kennen elkaar via een gezamenlijke kennis en daar had ik ook wel eens model voor gestaan. En toen had ze eigenlijk een oproepje geplaatst van nou, ik heb iemand nodig die het leuk zou vinden om aan zo'n project mee te werken en zodoende. We zijn bij elkaar gekomen. Hier moet je toch eigenlijk wat meer moeite voor doen. Het gaat langzaam. Het is ook niet helemaal perfect altijd. Hè? Dus juist die imperfectie, dat is wel. Ja, dat trekt me ook wel aan. Het is niet zo glad. Het is eigenlijk gewoon puur het oude ambacht. Dat vind ik erg leuk om dat te doen. Het mislukt ook wel eens een keertje. Cyanotypie, dat is een rode bloedloogzoutoplossing. Ja. En ammoniumcitraat 3. Okay. Dit is het. Ik heb hier een flesje aangemaakt spul. Ja, mijn naam is Hans de Bruin. Ik maak voornamelijk gomdrukken. Ik verzamel de oude fotografische lectuur. En daar kwam ik dat in tegen. En ik dacht, hé, dat is een leuke techniek, dat ga ik ook eens proberen. Nou, dat mislukt aan alle kanten. Toen heb ik daar een cursus voor gevolgd in Middelburg. En daarna mislukte het ook nog wel, maar minder. En het werd steeds beter en beter en beter. En na een jaar of twee martelen bereik ik nu goede resultaten. Ik ben Eddie Annink. Donkere kamer is voor mij niet onbekend. En bovendien heb ik de laatste jaren mij toegelegd op wat alternatieve technieken, waaronder de Polaroid transfers, de collodion wetplates en op dit moment de golddruk. Golddrukken, dat zijn platen die gemaakt worden, foto's die gemaakt worden met behulp van Arabische gom. En dichromaat, dat is een chroomverbinding. En een pigment. De pigmenten die ik gebruik zijn over het algemeen waterverf. Iedere foto die je zo maakt is uniek, want het hangt ervan af hoe je dit er zo opsmeert. Ja. Dus de opstreek is bepalend voor het aanzien, hoe dik dat je doet of hoe snel. Dat moet eerst drogen. Dat drogen dat doen we in het donker. Nou, dit is het eigenlijk. Dit is een voorbeeld van een foto die gemaakt is met Impossible Project film. De zogenaamde SX70 film. En die wordt gemaakt met deze camera. De camera is van Polaroid. Wordt niet meer gemaakt, maar wel tweedehands te verkrijgen. De film van Polaroid bestaat niet meer. En daarvoor heeft het bedrijf Impossible Project de desbetreffende films gemaakt. Meer lagen. Op een gom druk aanbrengen is gewenst om er wat meer diepte in te krijgen. In Photoshop splits je dan de kanalen in rood, groen, blauw. Van ieder kanaal wordt een negatief gemaakt en die worden met de complementaire kleuren teruggebracht. Zoals je bij deze ziet, bijna de werkelijke kleuren. De eerste laag die ik opbreng is blauw, daarna geel en dan rood. En met een aangepast dichromaat en gommengsel, om de hoge lichten in te vullen, wordt die sessie nog een keer herhaald. Maar dan gebruik ik een andere volgorde. Ik doe eerst geel, dan rood en ik eindig met blauw. Het afdrukken van de gomdruk, we hebben een mooi negatief gekregen van de kinderen van Guy. Hij wil ivoorzwart. Ivoorzwart, dat is het pigment wat gebruikt is. Gomdruk, dat is een mengsel van Arabische gom
een dichromaat, in dit geval kaliumdichromaat, wat een chroomverbinding is. En een geschikt pigment. We hebben er hier ivoorzwart op gesmeerd. Belichten gebeurt met UV. De belichtingstijd is vrij kort hoor, voor u bij een gomdruk, dus ruim een minuut. Gomdruk is proces wat uitgevonden is door meneer Poitevin in 1855. En u kunt het nog steeds gebruiken. Bij een kleurenplaat doe ik meestal 6 lagen. Voor iedere kleur 2 lagen. Dat heeft te maken met de beperkte toonschaal van een gomdruk. Die kun je uitrekken door er nog een laag overheen te zetten in dezelfde kleur. En bij kleur doe je 3 lagen per kleur 1. Rood, groen, blauw wordt omgezet in geel, magenta en cyaan. En als je dat 2 keer doet, heb je 6 lagen. En tijdens het opbouwen van dat werk kun je het bijsturen. Door het meer pigment of het minder pigment te gebruiken bij een laag. En alle belichtingstijd variëren. En zo bouw je je lagen op en zo kun je ook corrigeren. Nou, een minuutje zo. Je ziet al een beetje een beeld. Dit is de bak waarin het dichromaat wordt uitgewassen. Dat wordt hartstikke geel. Maar dat is ook de bedoeling, dat het op één plek blijft. De belichte delen die zijn gehard. De dichromaat is in verbinding aangegaan met de gom. En dat wordt daardoor onoplosbaar. Maar de plekken waar minder of geen licht is gekomen, die wassen uit. En over een kwartiertje is hij klaar. En bij het emulsietransferproject probeer je dus die emulsie die hier geklemd zit los te weken en te plaatsen op een andere drager, meestal een aquarelpapier, maar het kan ook hout zijn, van alles. He? De gronddruktechniek die maakt van een foto gauw iets pictorialistisch. Dan is het ook fijn als het onderwerp daar al een beetje naar neigt, dat het pictorialistisch onderwerp is, de gronddruk die versterkt dat effect. Maar voor mij is het om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke foto te komen. Dat vind ik wel een uitdaging. We hebben dan het gedroogde papier met cyanotypie. En we hebben dat bewaard in het donker. Kijken wat hij gaat, of het gaat lukken. Nou, het systeem is als volgt. Ik leg hem dan zo hier op dit vel. Ja, dit is dus een contactprocedure. In het contact, als contact. En dan klemmen we hem zo hier op. Proefondervindelijk hebben we dus al gezien dat de tijd ongeveer 4 minuten zal moeten zijn. We maken stapjes van 1 minuut. En dan kijken we welke de beste dekking heeft. Nou, en dan zetten we hem hier op. Dan starten we even een timertje en dan over een minuut of 4 dan moet die goed zijn. Ik maak dus nu die voor- en achterkant wat losjes. Nu is de voorkant verwijderd, de plastic voorkant en nu de drager de achterkant. Dan moet hij dus een paar minuten in het hete water, ongeveer 50 à 60 graden. Ja, dit is gewoon een aardappeldoos. Moet beslist een aardappeldoos zijn natuurlijk. En die heb ik bekleed met overfolie. Nou ja, en ik heb hem ook gewoon wat gedecoreerd, zoals je ziet, met mogelijkheden van die daglichtprocessen. Dit is dan hier bijvoorbeeld een cyanotypie. En hier aan deze kant zie je ook nog een Van Dijken Bruin, 2 processen. En dan hebben we ook nog daar zout drukken. Dat werkt eigenlijk allemaal hetzelfde.
zo'n zoutdruk. Dat gaat ook allemaal onder dit ding. Bij daglicht kan dat. In principe, als het dus gedroogd is, is het eigenlijk een redelijk duurzaam proces. Het is ook een edel proces. Dit zal niet snel verschieten. Het zal op een duur natuurlijk wel wat gaan doen, maar in wezen is het een onvergankelijk metaal. Nou, hij is zover, zegt hij. Nou, we gaan hem stoppen. Dit is dan het belichte papier. En eens kijken wat het geworden is. Nou, je ziet al een beetje een afdruk van het licht. Nou, gaan we het nu spoelen in water. Dat doe ik eigenlijk op zijn kop. Zo. Dan doe ik 5 minuten in water. Je emulsielaag is even dik als je huid van je lichaam. Kijk, komt die al wat losser? Dit is dus de drager, de achterkant, waar de chemicaliën aan hebben gezeten. En nu dus losmaken de emulsie van de plastic voorkant. Jij begint al los te komen. Bijna zit. Alleen nog de bovenkant. Oké, dus hier los. En dit is een foto. Nu gaat hij in koud water, waar ik van tevoren al een stukje aquarelpapier heb laten weken. Nou, wat er nu moet gebeuren is de foto uit elkaar trekken en dan weer in zijn normale toestand terugbrengen. Ja. Nou, hij... Mooi blauw is niet. Ja. En je moet zo lang spoelen totdat de gele gloed weg is. Je kunt eigenlijk al aardig zien wat het geworden is. Ja, ik denk dat hij nog even moet, hoor. Hij moet nog een poosje, ja. Maar ik ben altijd een beetje ongeduldig. Ja, dat moet je niet zijn. Ik hou niet van de gepolijsten. Mijn indruk is dat vooral de digitalisten zich vaak te buiten gaan en het streven naar perfectie. En om dat te vermijden, dat ik daar zelf niet mee getrokken word, blijf ik in het doka-werk, zodat ik toch heel veel werk heb om iets niet geperfectioneerd te krijgen, maar toch iets moois te creëren. En daarvoor hang ik ook de filosofie van de wasabi aan. De Japanse filosofie, waarin de schoonheid wordt gezocht in het imperfectioniste. Nou, wat je nu kan doen is dit nog herstellen. Dit stukje, dat is vrij simpel. Als je dus, moet je wel voor tijd voor nemen, maar dan kan je dit, of je kan wat velen ook doen, dit zo doen. Hier heb je dan eentje. Oh ja. Die kun je hem als onderzetter gebruiken, als... decoratie. Ja. En het kan ook op glas, dat is dan weer, dat proces is toch weer anders. Maar dan kan je hem gebruiken als een raamdecoratie, zoals daarvoor in het raam staat. Mijn naam is Franklin Anink en ik hou me bezig met collodiumfotografie naast eigenlijk analoge fotografie in het algemeen. Dit is dus een aluminium plaatje waarvan één zijde is geanodiseerd, zwart geanodiseerd. En dat is dus nodig om het beeld straks makkelijk zichtbaar te maken. De collodium. Het gaat erom dat je dat heel voorzichtig verspreidt over het plaatje zonder dat de lagen over elkaar heen gaan. Nu gaan we naar de donkere kamer in het zilvernitraatbakje. En de cadmiumbromides, die eigenlijk in de collodion zitten, die gaan nu een chemische reactie aan
met het zilvernitraat. En dan krijg je dus zilverbromide. En dat zijn de lichtgevoelige delen. Dat doen we 3 minuten. Zet het wekkertje. Zo. En nu is in principe wachten. Wat ik nu doe is de ontwikkelaar in een borrelglaasje gieten. En die gaat dus in één keer gooi je dat erop. Dus je gebruikt niet een ontwikkelbak. Maar je gooit eigenlijk de ontwikkelaar op de aluminiumplaat. Ik doe er wat kaliumnitraat in. En dat zorgt ervoor dat er wat, dat de witte wat meer worden geaccentueerd. Zo, is klaar. Het waterbakje vul ik vast met water. Oké, ik ga nu scherp stellen. Oké, Marco, stil blijven nu. Ik ga nu de platen in de cassette doen. Okidokie. Open. Glazen plaat zit erin. Op 4. Ja. Seconden. Zeg jij? Nou, doe maar 8. Okido. Die is dicht. Schuifje gaat open. Ja? Komt-ie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De plaat is nu belicht. Klaar. 1 keer. 22, 23, 24, 49, 50. Het water. Spoelen we dat af. Beeld. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nou, dat is mooi, hè? Prachtig. Mooi, Marco. Het gaat mij niet om het portret met de glimlach, zoals je in de moderne fotografie meestal ziet, maar meer de verstilling. Dat je als je het portret ziet, dat je je af gaat vragen, wat gaat er door zo'n mens heen? Waar denkt hij aan? Wat heeft hij allemaal meegemaakt? Dat zou ik eigenlijk het liefste willen zien in het portret wat ik dan neem. Het hoeft ook niet te lijken op de persoon. Meestal hoor ik wel eens van, hey, dit ben ik helemaal niet. Ja, dat vind ik dan niet zo interessant. Het gaat mij om het beeld. En ik maak ook de foto voor mezelf, niet voor de geportretteerde. Nou, mijn naam is Gerda Lelieveld. Toen ik op zoek was naar een andere techniek om met name portret vorm te geven. En toen zag ik op internet ergens een plaatje. En toen dacht ik van, dit is een manier van beeld maken. Wat is wat ik zoek? Nou, ik maak portretten van mensen. Ik heb een paar keer een groepsexpositie gehad. Ik vind het erg leuk om dan te demonstreren voor andere mensen. Om kennis te laten maken met dit proces. Het creatief bezig zijn is wel iets wat een rode draad is in mijn leven. Dus ja, ik denk daar past de fotografie ook wel bij.
Ik denk niet dat ik een reden heb voor de camera, want het is ook een enorm gesjouw. Maar ik vind het beeld wat je daarmee kunt maken, ja, ik kan ook wel overweg met Photoshop, maar ik vind er kan niets tegenop tegen zo'n glasplaat. Van, als je een beeld op glas maakt, heb je geen korrel. Je kunt enorm uitvergroten voordat je een misvorming optreedt. Het proces van een beeld creëren, de hand van de maker die in het beeld zit, dat vind ik heel erg boeiend. Ik vind het boeiend om zelf mee bezig te zijn. Maar ik vind ook, als je zoiets doet voor iemand anders, ja, je geeft echt iets. Het is iets van jezelf. Dat proces van het maken, iemand die gaat zitten, het heeft een zekere duur, jij giet het, weet je, jouw hand zit daarin, dat kan je in Photoshop nooit namaken. Kijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ik hou heel erg van portret. En dan vooral vind ik, er hangen daar die 4 glasplaten. Dat is een Fleur-serie, zo noem ik dat. Ik heb die gemaakt met de bedoeling als het ware emoties te laten verbeelden door deze jonge vrouw aan de hand van bloemen. En ik vind het heel erg boeiend om een verhaal te vertellen in een beeld. Dus dat is ook wat mij het meeste aantrekt. Het is ook leuk als je vreemde mensen ziet en je zet ze hier neer op deze demonstratie. Om dan in dat beeld toch nog een verhaal te maken.